Vier preparateurs van de Nijmeegse museumwinkel zijn in de prijzen gevallen op het Nederlands kampioenschap prepareren. Sophie Kila, Wesley Kevenaar, Willem Leenders en Rick Way stuurden hun werk in en kregen hoge cijfers. We zijn met eigenlijk alle preparateurs hier werken wel heel goed in de prijzen gevallen. Ik had zelf een tweede prijs in de categorie grote vogels, een derde prijs in de categorie kleine vogels. Mijn collega Sophie Kila die had ook een derde prijs in de categorie kleine vogels. En Willem en Wesley die hebben eervolle vermeldingen gescoord. Goed in de punten ook, zeker in de 80 punten. En met z'n allen hebben we bijna 36 masterpunten gescoord. Ja, we vinden het allemaal erg leuk om te doen. Het is een beetje gegroeid vanuit hobby. En ja, als je dan professioneel iedere dag kunt doen, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dat is echt een droombaan. Dus we houden ervan om met de dieren te werken. We houden ervan om er echt wat moois van te maken. En dat, dat vertaalt zich in de succes op de kampioenschappen. We zijn echt bezig altijd om het dier zo natuurgetrouw op te zetten. Je kunt heel veel dingen doen met een geprepareerd dier. Je kunt het heel artifarty maken. Of er werd allemaal gekke andere dingen eromheen. Maar wij proberen echt de ziel van het beest een beetje te vatten. En echt alsof hij zo wegvliegt of wegwandelt op een tak of in een mooi stukje te zetten.